welkom in deze nieuwe video van Bols. Maar vandaag ga ik Muffin gaan halen terug bij de dierenarts. Ik ben wel een beetje zenuwachtig daarvoor. Want ja, je weet natuurlijk nooit, hè. Ik heb nog geen telefoon gehad, dus ik zeg je dat wel goed nieuws. Dus wel mee even halen. Ik kan wel een beetje voor tijd zijn daar, maar goed. Ik kan niet vliegen natuurlijk. De zon. Dus. Morgen moeten we naar Gent. Het is ook nog een halve dag dat we kwijt zijn morgen. Dus. We gaan eerst naar daar. Om die te gaan halen. Dit is weer aan het regenen eigenlijk. Wandeling op zich eigenlijk. Ik hoop dat we er zijn. Ja, gisteren nog een half dag bezig alleen in een drie uur bezig geweest om team postuur de achterkant op 1000 te krijgen. Op ben ik gestopt op 100 om 12. Dus boven. Zo, nu zijn we weer bij de dierenarts. Zo. Spannend eigenlijk. Ik vind het toch altijd heel spannend. Ja, nu is het natuurlijk al anders. Dus je kunt er wel een beetje stress van hebben. Zo zijn we hier. Goed geregeld zien. Ik heb mijn voet pijn. Spannend. Ik zeg maar dat je dat pieter kan halen. Wat doe ik straks dan? Naar binnen. Dus nu is het wachten op de konijn natuurlijk, want een konijntje al zien. Dan zit dan ongezien. Zo, we zijn nu buiten. Zit hierin. Het is niet zo goed met Muffin. Ze moet nog wat verzorging doen eigenlijk. Dus het is niet optimaal. Je kunt niet zeggen aan het crisis genezen, want dat is zeker niet. Muffin is er erg aan toe, om eerlijk te zijn. Want ook als het niet betert, ja, dan komen we nog erger en erger en erger. Dus het is niet zo 100% eigenlijk. Dus ja. Het is niet gesteld eigenlijk. Hoe komt zoiets? Dat komt van harde strook, kan dat zijn. Dat kan van alles zijn. Dus goed dat jullie het weten. Valt daar iets aan te doen? Nee, op zich niet. Je kunt er niet veel tegen doen. Eigenlijk. Dus het is gewoon afwachten nu. Dat is al wat je kunt doen. Een kleine update van Muffin. Die gaan we ook wel de komende dagen gaan mee met updates geven. En waarom had hij meteen onscherp? Oeh, koek, koek. Ja. Dus dit moet ik dus Muffin geven. Dan ook nog
deze zalf voor in de oogjes, want dat is dus ontsmettingsmiddel voor het slapen doen en zo met de oogjes komen. Dan dit moet ik ook nog geven, dat is antibiotica. En dan heb je nog, dus wat moet ik met dit doen? Is eigenlijk om de wonden helemaal uit te spoelen. Ze had daar ook nog wel iets. Ja, dus eigenlijk zo. Zo'n stukje is eigenlijk gewoon van haar huid weg. Dat is eigenlijk hier, ik kan het niet laten zien. En hier is dat een beetje open, maar voor het uit te spoelen. Dat moet elke dag gebeuren. Dus ja, dat is met deze spuit wat dat moet gebeuren. Dus je doet er dan wat, was 1 milliliter dus van deze erin. En dan ook nog de andere. Dus dat is niet zo leuk natuurlijk om dat voor te doen. Maar het moet nu helemaal, dus wij gaan dat zeker en vast doen om haar natuurlijk te helpen. Ze zit nu ook een ganse dag in de kooi, omdat ik ja, voorlopig niet wil dat ze dat er nog meer in komt natuurlijk. Kuis is dan natuurlijk, dat is niet wat ik bedoel, maar ik wil hem even beschermen eigenlijk, tot wanneer het genezen is. En dan, dat wil niet zeggen dat zij ganse dagen nu in een kooi gaat blijven zitten, de mensen. Ik zal wel eens kijken hoe ik dat kan oplossen, doordat ze toch een beetje apart zit. Dus, en je meid ook dat Snuffel er helemaal onder leidt, mensen, want Snuffel zit dan met de hele dag met zijn oortjes naar achteren. En zo, ja, ik ga het even dus laten zien. Kom, als ik ga blijven zitten, dan kan ik weet goed zien wat ik doe. Daar zit ze dan. Voilà, dat is dus Snuffel, die momenteel heel triestig is, omdat hij niet naar Muffin kan. En dan zeggen ze nog op het internet dat vrouwtjes niet samen kunnen met... En met elkaar, en je moet dat beestje nu eens zien zitten. Die is precies op begrafenis geweest, zo ziet hij eruit. Dus dat is niet zo heel plezant. Maar ja, ik kan niet over, het zal toch nog even zo moeten. En zeker nu. Dus het moet natuurlijk allemaal heel goed zijn natuurlijk. Ze heeft zomaar kot afgebroken, zodat je wel kan zien. Dus dat is eigenlijk een beetje de kleine update. Ja, morgen gaan we naar Gent, dus ik ga hem in de priest steken. Dus vond je het een leuke video, zeker de omhoog. En ja, voor ik het vergeet, ik heb nog iets gekregen trouwens ook nog. Kijk, de eerste magazine van de Bellega's. Ik ben super trots. Dus ik ben een heel grote fan van de Bellega's. Dus ik ben wel heel blij dat ik de magazine in handen heb. Ik dacht even, doe het op binnen. We gaan even sturen, maar nee, de magazine is toch al bij ons. Dus ik ben echt wel super blij. De posters erin gaan staan en zo. Ik kom ook zeker vast op de kamer. Dus ik ben super blij met de magazine. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we in Gent. En het moet even vroeg opstaan. Dus ik zal even pieken. Piek het nu al.